zit aan het rijden, staat de battiebouw geval erop. Oké. Ik ben Jean de Loodgieter, gepensioneerd. Ik heb sanitair gelegd in kastelen, in huizen en in villa's. 20 jaar ervaring heb ik. Mijn dochter, die weet dat. En die is getrouwd met een brave jongen, maar wat heeft hij dan gedaan? Die heeft een zelfbouwpakket gelegd. Terwijl dat hij goed genoeg weet dat ik ervaring heb in die spelletjes. Nu zijn wij op battiebouw gekomen om te bewijzen dat dat niet kan marcheren. Die gasten die stonden hier. Ik kon er nu naartoe en ik kon hier een paar gerichte vragen stellen. Kom, we zijn weg. Allee, zit je dan aan het filmen? Allee jongen, moet dat niet doen, kom. 11:30 moeten we zijn, kom. Oké, hierachter is de stand van Sak. Ik kon er naartoe met die bril dat ik van mijn onkel gekregen heb, die is toen bij de politie geweest. Dat is een bril met een ingebouwde camera. Als ik dat niet doe, dan kon hij tegen mij niet veel vertellen. Hè? Voilà. Ik ben weg. Ik kon niet horen wat ze te zeggen hebben. Mag ik u nu eens eigenlijk een vraag stellen? Ja. Wat vind jij daar nou van? Ik ben 30 jaar loodgieter geweest en ik heb een dochter, die weet dat. Die is getrouwd met een hele brave jongen. Maar wat heeft hij nu gedaan? Ze hebben een huis gekocht. Nu hebben ze, of zijn ze van plan, om dit systeem te gebruiken. Terwijl dat ze goed weten dat ik 30 jaar loodgieter ben. Wat vind jij daar nu van? Fijn. Ik vind dat helemaal niet maar fijn. Maar dat is positief dat ze zelf de handen uit de mouwen willen ja, steken. Ja, akkoord. Okay. En wat ook heel positief is, is dat je schoonzoon en je dochter nu heel veel geld uitsparen door het zelf te doen. En ze leren uw stil, dan heb je bekijkt soms weer iets om over te praten. Oké, het is goed. Allee, bedankt. Amusementen. Ja, groetjes. Hè. Ja. Ik ben nu bij Sak geweest. Ik ben daar te woord gestaan door een heel lief madameke. Zo lief zelfs. Dat ik er geen vragen aan durfde stellen, maar ik ga nu naar huis en ik ga heel dat spel zelf onderzoeken. En dan zullen we wel zien wat dat waard is. Het is waar, hè? Voilà. Oké, zijn we het opnemen? Oh ja, het wordt lichtje brandzin. Ik ben Jean de Loodgieter. Vandaag testen we die leidingetjes uit dat zelfbouwpakket om te zien of dat niet waard is. Hoi, morgen. Dat zit er sterker, is ook van Sak. Ja, het jongen is weg. Tja. Maar wat? Maar allee jongen, ik, niet, ik zal me dat plan wel trekken, het is goed. Ik zal me dat plan wel trekken. Ik kan dat hier een beetje testen. Zeg. Ik voel dat van Sak. Maar jongen, wat is dat allemaal zeg. Zijn jullie klaar om te filmen? Goed, je weet, we gaan dat gebruiken om te bewijzen dat dat niet kan marcheren. Hè? Zijn we vertrokken? Oh, wacht even. Hier. Ik kan dat hier staf plakken. Ik wil de mensen niet op ideeën brengen. Zeker niet. Ik ben Jean. Loodgieter op rust. 30 jaar heb ik in een loodgieterij gewerkt. Alles heb ik geïnstalleerd. Dan kom ik hier bij mijn schoonzoon. Wat zie ik hier staan? Een zelfbouwpakket ventilatiesysteem. Zelfbouwpakket ventilatiesysteem. Dat is het. Dat is het ventilatiesysteem. Weet je wat ze dat noemen? Deelleveringen. Deelleveringen in godsnaam. Je moet geen deelleveringen hebben. Je moet heel de levering hebben. We kregen er nog bij een DVD. Een DVD, dat moet een steelman vervangen. Kun je dat geloven? Een DVD vervangt een steelman. Hoe kan dat? Hoe kan dat marcheren?
We gaan dat hier bekijken. Ik kan het aanpassen dat dat tenminste op een beetje deftige manier, op mijn manier, marcheert. Hier nog even. Zie je dat je hebt, hè? We gaan dat testen. Kom, stop maar met filmen, kom. Het is goed. Stop maar.